En de andere reden is dat over het algemeen er heel veel vrouwen in deze kampen leven. Mannen zijn of betrokken bij de gevechten, of ze zijn al overleden in het verleden. Ik sta nu in de POC, een heel groot vluchtelingenkamp in Wouw. Er wonen hier meer dan 10.000 mensen. 10.000 mensen die hier al jarenlang een veilig heenkomen hebben gezocht. Het is onvoorstelbaar dat mensen hier al zoveel jaren bij elkaar gepakt leven. Uit angst voor gevechten. Uit angst voor dood en geweld. Ja, en je kunt je natuurlijk voorstellen, ja, als je met zoveel mensen op elkaar woont, dan ben je heel veel voorzieningen nodig. Want ja, wat doe je nou als je naar het toilet moet? Normaal gesproken in Nederland ren je snel naar het toilet toe, maar hier niet. Gelukkig zijn er verschillende organisaties die hier werkzaam zijn. Onder andere Dorcas. We hebben hier gewerkt en we werken hier nog steeds aan water, sanitatie en hygiëne. Ze hebben onder andere latrines gemaakt en zorgen er ook voor dat het afval wordt opgehaald. We are maintaining the older latrines here. And we are making sure that the people here are getting hygiene and sanitation services here. It is a daily work. We have two trucks who are supporting us in collecting of the solid waste. And also we have one truck in supporting in taking the liquid waste here, daily basis. De oude latrines waren duidelijk aan vervanging toe. Bijzonder hier in POC Wouw is ook de betrokkenheid van vrijwilligers bij ons project. Mensen die hier wonen zijn zelf actief betrokken bij de verschillende projecten. In ruil voor een stukje zeep werken ze maar al te graag mee. En het is extra bijzonder omdat het nou niet echt de leukste klusjes zijn die we voor ze hebben. Wat dacht je bijvoorbeeld van het schoonmaken van de toiletten? Of het ophalen van al het afval? Want je kunt je voorstellen dat met meer dan 10.000 mensen er dagelijks heel wat afval geproduceerd wordt. Het is heel bemoedigend om te zien dat toch mensen zelf er toch het beste van proberen te maken. So we have 60 volunteers here and we have two staff who are supporting and supervising the activities in POC. Achter mij zijn vooral de vrouwen heel erg hard aan het werk om het vuil wat vandaag verzameld is bij elkaar te verzamelen, zodat het vervolgens afgevoerd kan worden met gebruik van een truck die wij als Dorcas hier hebben. Ja, ik ben wel echt onder de indruk, want het is gewoon echt hard werk. En het zijn echt met name vrouwen. En ik vroeg me dat ook, waarom zijn het eigenlijk vooral de vrouwen die het doen? En het antwoord dat ik kreeg is van ja, het zijn toch echt vooral de vrouwen die kwetsbaar zijn. Die hebben toch vaak de verantwoordelijkheid voor de kinderen, voor het gezin. Ja, en zij nemen ook maar vaak de verantwoordelijkheid om toch te zorgen dat er toch dat geld op tafel komt. En daarmee dus brood op de plank. En de andere reden is dat over het algemeen er heel veel vrouwen in deze kampen leven. Mannen zijn of betrokken bij de gevechten. Of ze zijn al overleden in het verleden. Maar we zien hier ook met name heel veel vrouwen die hier een veilig heenkomen hebben gezocht. Water, sanitatie en hygiëne. Het is zo ontzettend belangrijk. Daarvan ben ik me nu nog eens een keer extra bewust nadat ik zojuist een klein rondje door het kamp heb gemaakt. Deze dingen zijn echt van levensbelang voor het welzijn van de mensen. Om te zorgen dat ze niet ziek worden. Laten we hopen en bidden dat onze interventies genoeg zullen zijn.